Tri-State is eigenlijk een concept waarmee we Nederland als hele grote groene megacity aan de wereld willen presenteren. Met als doel om het bedrijfsleven een internationale etalage te bieden voor exportbevordering. Het is eigenlijk de driehoek Amsterdam-Brussel-Düsseldorf of Amsterdam-Brussel-Keulen, kun je ook zeggen. ABC-stad werd het in het verleden ook wel genoemd. En daar wonen zo'n 30 miljoen mensen. En binnen die driehoek gaat 150 miljard aan intern handelsvolume rond. Om even voor te stellen, wij drijven drie keer zoveel handel met Vlaanderen, Noord-Rijn-Westfalen als dat we met alle BRICS-landen bij elkaar opgeteld doen. Dat is ongeveer 50 miljard en dit is 105. Dus we zijn echt een belangrijke markt ook in Europa. Maar nog veel belangrijker, in de wereld zie je de laatste jaren een enorme urbanisatie. 70-80% van de wereldbevolking in hele grote stedelijke gebieden. Dat betekent dus dat ook de wereldeconomie in die grote steden is geconcentreerd. En daar moeten wij ons toe verhouden. Niet als land of niet als kleine Nederlandse steden, maar als geheel. Nederland, Vlaanderen, Noord-Rijn-Westfalen bij elkaar. En als je dan naar de rankinglijstjes kijkt en je definieert die driehoek, dan zit je in de top 10 van de wereld en doe je ook echt mee. Nederland is een prachtig land. We hebben heel veel kennis, fantastische infrastructuur, gateway. Maar we hebben nog heel veel investeringen nodig in de toekomst. En daarvoor moeten we buitenlandse partijen aantrekken. En dat kan alleen maar als we een goede nationale investeringsagenda hebben. Dus heel duidelijk aangeven welke grote, majeure projecten wij de komende 20 jaar hier willen doen. En wat voor een soort exportproducten die op gaan leveren. Als we dat hier goed doen, kan dat ook in 60 andere megacities wellicht worden gekopieerd en vertaald. Die institutionele beleggers waren als eerste aan boord. En die zeiden van, dat is een mooi concept. En daarna kwam ook VNO-NCW aan boord en die zijn het ook gaan sponsoren. En die zeggen van, ja, wij vinden dit belangrijk voor die 20.000 Nederlandse top MKB-bedrijven die zich hierin kunnen herkennen en internationaal kunnen zeggen, kijk, dus ik zit in een stad met 30 miljoen inwoners in plaats van ik zit in Berg op Zoom of ik zit in Emmen of ik zit in Soest. Het is een marketingmodel. En vanuit het marketingmodel groeien dus nu ook projectambities. We hebben het al over welke 10 nieuwe Delta-werken zou je kunnen projecteren op die Tri-State-kaart. En daar is de Rabobank nu aan boord gekomen. Die vinden dat weer een heel interessant onderdeel. Dus dat groeit. Dus het is meer dan een concept. Maar het marketingmodel, ja, dat gaan wij straks ook digitaal en virtueel verder uitwerken. Om dat ook in de wereld zeg maar zijn weg te laten vinden. En zo is het begonnen. Maar we hebben geen bestuurlijke ambities. We gaan ook niet wachten tot zeg maar provinciebestuurders of burgemeesters, wethouders het hier allemaal mee eens zijn. Want dan wachten we over 20 jaar nog. Ik kwam Jurjen Groot, medewerker van CMS, tot enkele jaren geleden tegen tijdens een handelsmissie in China. En toen zijn we elkaar eigenlijk op dit thema hebben we elkaar gevonden en aan de bar in een hotel in Beijing over het concept zitten praten, veel enthousiasme. Teruggekeerd zoals dat vaak gaat en elkaar weer even uit het oog verloren. En bij mij is het blijven borrelen en langzaam tot ontwikkeling gekomen. En toen het echt substantie begon te krijgen, serieuzer begon te worden en ik met andere partijen moest gaan samenwerken en daar ook contracten voor moest ontwikkelen, heb ik Jurjen gebeld. Ik zeg van, joh, kun je daar iets mee en zou dat iets voor CMS zijn? CMS heeft in eerste instantie een sponsorbedrag in uren toegezegd. Dus ze zeggen van, nou, je hebt zoveel uren van ons beschikbaar en daar kun je je eerste belangrijke zakelijke verbanden mee ondersteunen of opzetten. Contracten maken in feite. Straks komt er natuurlijk een fase waarin als het verdienmodel werkt, wij ook gewoon zeg maar gebruik kunnen maken van de commerciële diensten van CMS. En dan zijn er nog heel veel contracten af te sluiten met softwareontwikkelaars, gameontwikkelaars, overheden, marktpartijen. Dus daar komt nog een hele reeks aan werkzaamheden uit waar juridische kanten aan zitten en wij professionele ondersteuning nodig hebben. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. En dan zitten ze natuurlijk in een geweldig netwerk. Wat we eigenlijk ontwikkelen is een soort nieuwe digitale etalage voor de BV Nederland. En dat is potentieel groot en belangrijk. En ja, dat zien zij ook, die kans. En daarom willen ze er graag in het vroegste stadium bij betrokken zijn.